Yo mensen, Martijn hier, welkom terug bij een nieuwe Call of Duty Black Ops 2 live commentary. Zoals je ziet, Just Nuke aan 2025, dat komt omdat er Double XP weekend is. Dat kun je niet zien, hè. Big Game Mode, staat nergens. Oh, wacht, hier staat. Het is de Nuketown Only Playlist available for the duration of 2 keer XP. Double XP gewoon. Dat doen ze altijd als Double XP is, dan gooien ze even Nuketown Only Playlist erin. Het is gewoon echt gewoon alle game modes gaan door elkaar. Waar in ieder geval met waar het net stond toen van PlayStation kon. Dat kon ik niet helemaal zien. Heb ik niet opgelet. Kon ik wel zien, maar heb ik niet opgelet. Dus dat weet ik niet. Iets van 6 tot 12 spelers of zo gok ik. Dan laat ik me gewoon even verbazen welke game mode het wordt. En dan druk ik gewoon op mode classified. Ik had ook kunnen drukken op Team Deathmatch, maar dan weet ik zeker dat het niet wordt. En ik probeer hier gewoon dus weer een live commentary in te zetten. Ik gebruik hier gewoon weer mijn XSplit. Ik heb SimCity ermee opgenomen. Ik weet niet of het een succes was, want hij is nog niet geüpload. Hij is nu aan het uploaden in de tussentijd. Ik probeer gewoon, gewoon even met XSplit gewoon weer wat op te nemen. Dat was redelijk gelukt, geloof ik, met die celblok, grief. Mijn geluid stond van mijn microfoon iets te hard. Heb ik gewoon weer omlaag gezet, geloof ik. Streepie. Dingetje. En dan zit ik hier te wachten. Zoals je ziet is mijn nat op strikt. Dus ik kan niemand joinen. Sommige mensen willen het gewoon niet begrijpen. En dan worden we eruit gekikt, geloof ik, zo te zien. Ongelooflijk. Ik wil gewoon wat zo... Ga ik alweer. Ik wil gewoon wat multiplayer doen. Ik haast me altijd met praten. Waardoor ik soms... Ja, dat moet doen. Maar... Oh, mute. SOG snippers. Ongelooflijk. Ik ga in ieder geval, ongeacht welk game mode wordt, met de QBB LSW lopen. Quick draw handle, adjustable stock. Met de Peacekeeper als secondary. Quick draw handle. Wildcard is natuurlijk overkill, anders kun je de Peacekeeper niet als secondary wapen hebben. Perk 1 wordt lichtgewicht. Perk 2 wordt fast hands. Ik wou eerst dan dexterity weghalen en die ladle en die tactical en dan zo. Scavenger, maar aangezien ik een LMG en daarna nog een submachine gun heb, denk ik niet dat ik zo gauw 1, 2, 3 uit het M word en zo. Ja, nou ja, ik bedoel, dan kun je een wapen van de grond afpakken. Oké, dit schiet niet op. Desnoods zoeken we knip, plakwerk, nou weet je, er wordt gewoon team damage op Nuketown. Ja, dat is ook weer het nadeel van die nat type. Ik heb echt heel veel dingen gedaan. Ik heb om dat op te lossen. Poorten kun je blijven openzetten, want je moet voor PSN poort openzetten. Dan moet je voor Black Ops 2 poort openzetten. Dan moet je voor alle andere games, zoals Modern Warfare 2, Black Ops. Al die spellen ook nog poorten openzetten. Ja, dat... Schiet niet op. En ik heb een aantal potjes gisteren gespeeld met nat type strikt. En dan zou ik gewoon moeten kunnen spelen. Ik weet niet waarom ik dan niet kan spelen, weet je. Weet je, als het nou weer niet lukt, ik ga gewoon kopiëren en plakken als ik aan een keer in een match zit. En dan hangt er gewoon vanaf of ik nou wel of niet in het potje ga komen. Oké, weet je, we gaan even core. En dan hopen we dat we in een al lopend potje komen. Misschien is dat, hoor. Dat ik gewoon niet, als ik in de lobby kom, gewoon zonder dat er nog geen spel gespeeld wordt. Dat ik er dan gewoon niet in kom. Oh nee, dat wordt... die map ga ik sowieso niet doen, want ik ga kaart falen, met zeker met LMG daarin. Deze video is goedgekeurd door Dagelijks AD.
Waarom zit daar een vlieg op met de vij? Godverdomme. Zoek je eigenlijk de vij? Of koop je zelf? Ah, gaat hij echt serieus naar de rand lopen? Nee, volg me. Helemaal afgelaagd geworden. Ik zit eigenlijk in een potje. Dit is Hydro. Hydro. Hey. Hydro. Kost weer liquid waterpoelers. Hydro. Nieuwe Hydro serie. Dat denk ik dan aan als ik Hydro nou hoor. Nee, niks. Oh jezus. Ik smeer hem hier, bro. Ja, dat doet dat gierig les niet. Ja, pak even de Peacekeeper. Ah, die kon ik net niet hebben. Ik had hem kunnen hebben als ik misschien wat beter speel. Als ik een betere speler was. Ja, die was gewoon dood. Revenge, double XP. Als hij nou een speler tegenkomt, dan ben ik blij. What the fuck, jongen, echt. Waarom testen ze altijd een wapen uit of ze het wel niet doen? Kijk. Kijk, zo moet je dat soort dingetjes doen. Pika, je kent het campen noemen, je kent het ook tactisch spelen noemen. En dan moet je vooral Battlefield doen, want anders word je gewoon geoond. En dan heb ik zo het idee dat de spawns flippen. Dus dat ze hier spawnen. Ik zou gewoon zwaar lul ben zo meteen. UAV inbound. Komt wel een speler aan. Nee, hè? Oké, dat schaamt me niet. Laten we deze even oppakken. Hij had ook een LMG. Hupkei, huntkillertje. Hup, naar de radar kijken, counter UAV. Ah! Oeh, ik had echt gewoon shit. Nee. Ik ging zo lekker. Controller, ik beweeg niet. Oh, mijn linker joystick bleef hangen. Ik heb al hiervoor een PS3 controller gehad en die is nou stuk. En ik heb wel een paar onderdelen bewaard, dus ik hoop nog dat ik zo'n dingetje heb. Heb ik, huntkiller. Counter UAV'tje. Ik denk dat aardig 9-2. Ja, 9-2. Wow. Redelijk toch? In de bad. Wauw, dat is echt gewoon ontiegelijk ver hoe je dat stomme rotspul kan gooien. Dat is toch ongelooflijk. Zo ver ook vind ik niet dat je dat kan horen te gooien. Het is gewoon veel zwem, man. Het is gewoon overpouwd aan. Headshot, you fucking bitch. Ah, waarom stond dat muurtje daar echt? Dat is gewoon echt zo dom dat daar een muurtje staat. Ik deed gewoon net mijn raam dicht en dan komt die vlieger in één keer binnen omdat ik gewoon mijn raam dicht doe. Omdat die me horen, weet ik niet wat. Zat hij dus of zo. God. Ah, jezus. Ik ga mijn KD ga ik opvakken. Dat weet ik nou al, jongen. Ja, ik switch naar mijn LMG. Waarom, weet ik niet. Maar ik deed het. Dat is best wel fucked. Ik zie geen equipment hier dus. Friendly orbital BSAT online. Tactische spelen noemen ze dit. Nou, tactische spelen ze eigenlijk wat meer bewegen, denk ik. We lost the lead. Long barrel. Ja, omdat ik hem geprestige had, maar ik had hem wel al, ja. Dat zag ik dus niet, dat hij al dood was. Even kijken, gaan we hierop komen? Ja, dat is een goede speler kiezen om te killen, ja. Gewoon slechte timing en weet ik wat allemaal. Gewoon eigen schuld dat ik gewoon dood ga. Ah, damn it, ik zat op de radar te kijken. Ja, zie je. En ik vind mijn killstreaks op.
killstreaks met KD. Dat is nou ook niet eens een 2 meer. Als ik een 2 had, dan weet ik niet, maar... Oh, jeetje. Dan word ik dan sniper. Let's don't hope. Nee, denk ik niet. Dan gaan we hier gauw omhoog. Echt hatelijk dit. Ik had ghost of niet? Weet ik niet eigenlijk. Ik denk het niet, hè. Ja hoor, ongelooflijk. Panic knife. Ongelooflijk, echt. Het is gewoon niet te geloven dat. Headshot, you bitch. Volgens mij zag ik hier net een enemy lopen, of niet? Ik dacht ik dof een duif door het raam, maar dat lukte niet. Kijk niet daar, geen Martin. Waar zitten de enemies? Daar zit er een, die is dood. Ah, dammit jongen, echt. 6-0-9, oh, niet super goed, niet super slecht. Hey, ik kan gek. Volgens mij is het enemy heel dichtbij. Laten we hier even langs lopen dan. Als dit niks wordt, dan krabben. Nou, ik hitte hem. Weet je, ongelooflijk wat een rot team hebben wij. Alsnog heb ik 6 kills meer, alsnog verliezen we. Nou, dus weer een kutwapen met zo'n grote camo. Kunnen we niks hacken? Zou leuk zijn, als ik dat kon hacken. Dit is echt een killer. Ah, kom op. 7-0-11, at least, het is positief. En ik ben niet van level up ofzo. Ja, denk ik. Ik was 42 voor ik begon. Ah, ik kon die Scorpion in ieder geval unlocken. Het is een beast. En moet je er nog eens rapid fire op zetten? Maar goed, ja. Dat was het dan alweer. Ik weet het, ik weet niet hoe lang het eigenlijk is. Dat kan ik niet zien in een split. Maar ik wil jullie gewoon in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En dan zeg ik, laters.